Dag Francis, lieve Scheire hier. We zitten hier in het Nerdland hoofdkwartier aan de makertafel. Met allerlei speelgoed, zoals een 3D-printer en een Nixie-tube-klok. En soldeerkitjes bijvoorbeeld. Maar ook met een hele keutel Arduino-grief, zoals je hier ziet. En sinds vandaag ook een Dwengoboard. Ja, hij is ietsje groter dan de Arduino, zie ik al. Er zit ook meer op. Goed, hij is groter, maar dat geldt ook voor microcontrollers. Size doesn't matter. Het is wat je ermee doet dat belangrijk is. En wat dat betreft sta ik natuurlijk in beate bewondering voor uw eeuwige inspanning om dat ding echt onder de mensen te brengen, om dat naar de jongeren te brengen, om die aan de slag te krijgen met die microcontrollers. En ja, ik zeg het, dat is absoluut geweldig, want ik kan wel van achter mijn televisieglaasje die microcontrollers proberen promoten en uitleggen dat ze zo toegankelijk geworden zijn. Mensen zoals jij, die echt naar de mensen gaan en ze ook echt toegankelijk maken, dat is nog steeds de essentie van het geheel. Dus, blij met onze Dwengo. En we laten iets weten als ons eerste projectje af is.